De Nederlandse binnenvaart is benoemd tot UNESCO erfgoed. Daar is Henk Nui van het Nijmeegse Binnenvaartmuseum maar wat blij mee. Nou, ik denk dat het eigenlijk best wel een mooi en een oud beroep is, binnenvaart. En dat het ook echt toekomstgericht is. En verder in het nieuws vandaag. Gezinnen leren elkaar kennen tijdens kabouterwandeling. En Noah uit Nijmegen vindt groot nest van de hoornaar. De Nederlandse binnenvaart is sinds kort benoemd tot UNESCO erfgoed. Dit houdt in dat het beschermd en bewaard moet blijven. Henk Nui van het Nijmeegse Binnenvaartmuseum is hier maar wat blij mee. Binnenvaart is ook in Nijmegen van belang voor de stad. Waarom dat zo is, wordt uitgelegd in het Binnenvaartmuseum. Ook kun je hier meer leren over de geschiedenis van de binnenvaart. De Nederlandse binnenvaart is nog niet lang UNESCO erfgoed, maar dit is wel heel belangrijk volgens Henk Nui. Door de veranderingen moet het oude beroep beschermd en bewaard worden. De binnenvaart is natuurlijk een heel oud beroep. Hè, wat eigenlijk al jaren bezig is. Dus, en hetzelfde als de kermis is een tijdje geleden ook UNESCO-erfgoed geworden. En de vereniging De Binnenvaart die heeft daarvoor gezorgd dat de binnenvaart ook UNESCO-erfgoed wordt. De binnenvaart bestaat al een hele tijd, maar is zeker niet onbelangrijk voor onze toekomst. Toch moeten we het verleden ervan ook niet vergeten. Nou, ik denk dat het eigenlijk best wel een mooi en een oud beroep is, binnenvaart. En dat het ook echt toekomstgericht is. He, we hebben in de toekomst ook echt een binnenvaart nodig als transport. En het verleden is natuurlijk ook belangrijk. Nijmegen heeft een welbekende kade en haven. Hierdoor is de stad een belangrijke plek voor de binnenvaart. In Nijmegen, ja, Nijmegen is natuurlijk een binnenvaartstad. We hebben binnenhavens en we hebben een kade. En de binnenvaart, de Waal, ik weet niet hoeveel binnenvaart komt langs Nijmegen. We hebben ook een bunkerstation hier. En we hebben hier uiteraard ook een schippencentrum in Nijmegen. Het Binnenvaartmuseum in Nijmegen is zo'n 5 jaar geleden opgericht met oude spullen vanuit de binnenvaart. Zoals modelschepen. Ook is er een bibliotheek te vinden met boeken over de scheepvaart. Momenteel wordt er gewerkt aan een vernieuwd gedeelte van het museum. Het museum zijn we 5 jaar geleden gestart met oud materiaal, hè, wat we konden krijgen van oude schepen. En dat hebben we langzaam uitgegroeid tot een museum van oud tot nieuw. In de binnenvaart vinden veel veranderingen plaats die volgens Henk Nui van belang zijn voor de toekomst. Oh, dat is ontzettend veel. Ik ben, denk ik, dat ik 60 jaar bewust meedraai in de binnenvaart. En als ik zie wat daar veranderd is, dat is ongelooflijk. Als je echt de oude stuurhut ziet en de nieuwe stuurhut. Nou, we kunnen het straks misschien laten zien, maar dat is een wereld van verschil. Ah, de toekomst, de binnenvaart, die wordt steeds moderner. Ze zijn nu zelfs bezig met onbemande schepen. En dat gaat ook de toekomst worden. Met steeds minder mensen, meer vervoeren, net als overal. In Horssen organiseert Stichting Buurtgezinnen met onder andere de bibliotheek een kabouterwandeling. Niet alleen voor kinderen, maar ook voor ouders. De stichting koppelt gezinnen met een hulpvraag aan zogenoemde steungezinnen. Vandaag hadden zij de gelegenheid om elkaar te leren kennen. Het is soms best lastig om de juiste mensen om aansluiting te vinden. Ja, dit soort dagen zijn daar echt voor. Sarah van Rooyen is een alleenstaande moeder. 2 jaar geleden overleed haar man aan de gevolgen van kanker. Alleenstaande moeder vind ik een heel ingewikkeld woord, eerlijk gezegd. Want naar mijn idee ben ik nog getrouwd. Mijn man kwam vrij snel te overlijden, vlak na een verhuizing. Een groot klushuis en 2 kinderen die allebei hun eigen rouwproces hebben. Dus buurtgezinnen kwam op een gegeven moment in beeld. Ze koppelde haar gezin aan een steungezin. Ook gezinnen die met andere problemen kampen, kunnen bij de stichting aankloppen. Het zijn gewoon overbelaste ouders, mensen met mentale problemen, met fysieke problemen, kinderen met mentale problemen, de nieuwkomers in Nederland. Elk gezin wat niet helemaal lekker loopt, kan een beroep doen op buurtgezinnen. Iedere vrijdagmiddag gaan de kinderen bij een heel fijn gezin via buurtgezinnen spelen. Dus als ik voor dilemma's sta op opvoedvragen, kan ik die heel goed met hun samen bespreken. En er is gewoon een plek waar ze kunnen zijn, waardoor ik heel even alleen kan zijn. Het koppelen van gezinnen blijft maatwerk. Omdat het heel specifiek is, moet het bij elkaar passen. Dus ik heb gewoon heel veel steungezinnen nodig om een goede match te maken. Zijn er genoeg aanmeldingen? Het zou altijd meer mogen.
Beuningen on Ice gaat dit jaar niet door. Dat meldt het bestuur van het evenement. Na het ontvangen van de definitieve omgevingsvergunning is het bestuur lang bezig geweest om te voldoen aan de wettelijke eisen. Maar toch blijkt dat Beuningen on Ice niet meer aan de milieueisen van de vergunning kan voldoen. De organisatie liet in een persbericht weten niet bereikbaar te zijn voor een reactie, mede omdat ze druk bezig zijn alles te annuleren. Vanuit de politiek komen wel de eerste reacties naar buiten. Fractievoorzitter van de Beuningse tak van de VVD, Karen van de Heuvel, laat weten niet blij te zijn met het nieuws. Ons mooiste event gaat niet door. Ik ervaar plaatsvervangende schaamte als raadslid. Of het tweejaarlijks evenement volgend jaar of het jaar erop wel weer doorgaat, is nog niet bekend. Wiegen tast diep in de buidel om ervoor te zorgen dat speeltuin De Blije Dries de komende jaren het hoofd financieel boven water kan houden en open kan blijven. Indien de gemeenteraad akkoord gaat, ontvangt de noodlijdende speeltuin tot 2028 in totaal 175.000 euro subsidie. De Blije Dries is al tientallen jaren een populaire plek voor ouders met kinderen in onze regio. De afgelopen jaren zat het financieel echter tegen. Onder andere door de coronamaatregelen en het vaak slechte zomerweer trok de speeltuin, die bekend staat om de lage entreeprijzen, minder bezoekers. En terwijl de inkomsten terugliepen, stegen de kosten fors door. NEC speelt de komende 10 dagen 3 wedstrijden. Te beginnen met de uitwedstrijd tegen Almere City op vrijdagavond. Bijna alle spelers zijn fit, op Philip Sandler en Dirk Proper na. Hoewel Almere City dit seizoen nog geen enkele wedstrijd heeft gewonnen, zegt dat volgens trainer Rogier Meijer nog niet alles. Nee, natuurlijk is altijd lekker om te winnen. En dat geeft ook een goed gevoel en vertrouwen richting morgen. Maar uiteindelijk wil je morgen een goed resultaat halen om die reeks zo goed te beginnen. En wat ik al zeg, morgen is het allerbelangrijkste en daarna zien we verder. De Aziatische hoornaar, een invasieve exoot, is al een aantal jaar in ons land te vinden. Doordat de hoornaar een gevaar vormt voor inheemse insecten, wordt het soort bestreden. Ook in Nijmegen zijn ze actief op zoek naar nesten van de hoornaar. In de Nijmeegse wijk Lindeholt werd al enige tijd gezocht naar een nest van de Aziatische hoornaar. Een lokale imker zag de insecten regelmatig rondvliegen. De hoornaar vormt een gevaar voor inheemse insecten en dus ook voor de bijen van de imker. De zoektocht bracht niks op, totdat Noah met zijn familie de hond ging uitlaten. Ja, wij waren aan het lopen met de hond en wij kwamen aanlopen en ik zag in één keer iets in de boom. En ik dacht, wat is dat nou weer? En toen bleek het dus een nest van een Aziatische hoornaar te zijn. Noah wist nog niet gelijk wat hij in de boom zag hangen. Maar toen hij een viral filmpje van de Aziatische hoornaar zag, viel het kwartje. Ik dacht, ja, wat is dat? Is het iets van een wespennest? Maar toen zagen we een filmpje dat het dus Aziatische hoornaars waren. Ik wist niet eens dat die dingen bestonden, maar het is wel cool om dit te zien. Noah is gek op de natuur en gaat daarom elke dag even kijken bij het nest. Helaas kan dat niet lang meer, want het nest wordt zo snel mogelijk verwijderd. Je ziet ze wel regelmatig in en uit gaan, dus dat is wel cool. Ja, het gaat het straks weggehaald worden door een imker. En dan gaat het onderzocht worden, dan wordt het leeg stofzuigd. Dan wordt het door midden gehaald, dan laten ze het invriezen en dan gaat ze het onderzoeken. En dan nog het weer. Dat ziet er niet verkeerd uit en zeker richting het weekend is dat mooi nieuws. Morgen wordt een droge dag met een mix van wat bewolking en zonnige perioden. Het is ook erg zacht voor de tijd van het jaar met maximaal 19 graden. De zaterdag wordt voorlopig de mooiste dag. Ook dan is het droog, maar is de zon zelfs in ruime mate aanwezig. Het wordt zo'n 20 graden. Erg zacht voor de tijd van het jaar. Een mooie kans dus om een heerlijke boswandeling te maken in de inmiddels verkleurde natuur. Dit was het RN7 Regio Nieuws van donderdag 24 oktober. Kijk voor het actuele nieuws op onze website rn7.nl of in de gratis RN7 app. Volg ons ook even op de sociale media. We zijn te vinden op Facebook, Instagram, X, Threads en TikTok. Graag tot morgen!